De industrialisatie had in Groot-Brittannië gezorgd voor het ontstaan van de klassensamenleving en die staat in deze video centraal en daarbij horen een aantal kenmerkende aspecten uit tijdvak 8. Maar goed, wat is dat dan een samenleving? Nou ja, dat is een samenleving waarbij de bevolking eigenlijk verdeeld is in een aantal sociale klassen en dat ziet er vaak uit als een uh, bevolkingspyramide, zo kun je dat vaak schematisch weergeven. Bovenaan uh, de mensen met uh, de meeste macht en het meeste geld, maar dat is vaak dus maar een kleine groep. Nou, in dit geval zie je ze ook staan: de, de adel, hè, die, die zat van oudsher al daarboven en de gegoede burgerij. Uh, dat waren bijvoorbeeld die nieuwe fabrieksondernemers die erbij uh, waren gekomen, hè. die fabriekseigenaren. Die waren heel erg rijk geworden en die klommen dus op de sociale ladder. De burgerij, de middenklasse, dat waren bijvoorbeeld mensen met een eigen winkel of, of, of mensen die een, een, een bepaalde opleiding hadden genoten en een bepaald zelfstandig beroep hadden, zoals bijvoorbeeld een onderwijzer of iets dergelijks. En het grootste deel van de bevolking, zeker in de steden, behoorde tot de arbeidersklasse. En die werkten dus in de fabrieken van die ondernemers. Ja, en dat betekende ook meteen dat zij dus tegengestelde belangen hadden. Want als de ondernemers zoveel mogelijk geld over wilden houden. Van hun onderneming uit een onderneming, dan betekende dat dat zij hun fabrieksarbeiders zo weinig mogelijk loon moesten uitkeren. En andersom, als die fabrieksarbeiders een hoger loon wilden, dan ging dat ten koste van de winst van de ondernemers. Maar ondanks die tegengestelde belangen vonden beide groepen ook dat ze achtergesteld werden in Groot-Brittannië in het politieke bestel. En daar gaan we nu eens even naar kijken en dan beginnen we met die ondernemers. Want van oudsher heeft in het Britse lagerhuis en het hogerhuis de Britse volksvertegenwoordiging, zeg maar de Eerste en Tweede Kamer van Groot-Brittannië, alleen de adel de politieke macht. En de ondernemers die gingen nu ook hun plek opeisen in, in dat lagerhuis. Ze wilden meer politieke invloed, want ze zeiden, hé, hey, wij zijn een belangrijke klas, wij zorgen voor heel veel welvaart, wij zorgen voor heel veel werk voor mensen, wij dragen heel veel bij aan de economie en aan de ontwikkeling van dit land, dus wij willen ook gewoon meer politieke invloed. Nou, en uiteindelijk zorgde dat in 1832 voor het aannemen van de Reform Bill, de hervormingswet. Ja, wat werd er dan precies hervormd? Ja, de samenstelling van het lagerhuis, hè, dus een van die twee delen van, uh, van de volksvertegenwoordiging, uh, die werd veranderd. Daarin kwam meer invloed voor ondernemers. En dat had met name te maken uh, met het feit dat uh, ja, zoals je op dat kaartje links ook ziet. Uh, die fabrieksteden, waar dus die ondernemers ook heel erg machtig werden, ja, dat die flink gegroeid waren. Je ziet op het kaartje links al, ja, rond 1700 waren er nauwelijks steden in Groot-Brittannië. En rond 1850, dus na de eerste golf van de hele industriële revolutie, ja, waren er enorm veel steden bijgekomen, zoals in Liverpool en bijvoorbeeld in Manchester. Dus al ver voor de industriële revolutie en dus ver voor de opkomst van die nieuwe fabrieksteden, werd de kaart van Groot-Brittannië verdeeld in een aantal kiesdistricten. En uit ieder district mocht er één vertegenwoordiger naar dat Britse lagerhuis toe. En omdat er nu dus grote nieuwe steden waren, zoals bijvoorbeeld Manchester en Liverpool. ja, moesten dus ook die kiesdistricten worden aangepast. zodat de bewoners van die steden ook echt een stem hadden. En zodat uh, de verdeling eigenlijk weer eerlijk verdeeld was. En daarnaast was het ook zo dat het kiesrecht werd uitgebreid. En dat zorgde er allemaal voor dat uh, de macht van de steden. en dus van de ondernemers eigenlijk toenam in het lagerhuis. En dat ging ten koste van de macht van het platteland en van de adel. Oké, okay, dus die ondernemers die waren hiermee tevreden. Maar nu even door naar die andere groep, die fabrieksarbeiders. Want die leefden en werkten onder hele slechte omstandigheden in die snelgroeiende steden die we net op de vorige dia ook al zagen. En hoe slecht waren die omstandigheden dan? Nou, dat, ze leefden in uh, kleine onhygiënische huizen, in sloppenwijken. Ja, kijk even goed naar die foto's en dan, dan zie je al dat dat echt geen pretje was. De, het werk in de fabrieken was onveilig en vaak ook ongezond. De kans op een ongeluk was heel groot en ja, het werk was sowieso niet goed voor je gezondheid. En ja, daarnaast werd ze dus ook niet goed betaald. En we zagen die tegenstelling in het begin al. De lonen waren vaak erg laag en daarvoor moest je behoorlijk lang werken. En nu vinden wij een werkweek van 40 uur vinden we eigenlijk al steeds meer aan de lange kant worden... Maar uh, ja, in die tijd was dat makkelijk een werkweek van 60 of 70 uur. En werk je dus ook echt zes dagen in de week en was alleen zondag een vrije dag. Kort samengevat, die arbeiders moesten enorm hard en enorm lang werken onder slechte omstandigheden. En dat zorgde er ook voor dat hun algemene leefomstandigheden ook niet heel erg best waren, omdat ze ook weinig betaald kregen voor hun werk. Ja, en de overheid die deed er eigenlijk helemaal niets aan. Die greep niet in tenminste niet tot 1833, want waar we in 1832 dus de Reform Bill zagen, zien we in 1833 dat de Factory Acts uh, worden ingevoerd. Dat zijn ook weer ja, de fabriekswetten, zou je kunnen zeggen, de fabrieksmaatregelen, en die moeten ervoor zorgen dat de ergste misstanden worden tegengegaan. Dus er werd bijvoorbeeld een bepaling ingevoerd om dat onveilige en ongezonde werk in die fabrieken tegen te gaan. Namelijk de werkomstandigheden die moesten veiliger worden. En dat, dat, dat werd dus uh, per wet vastgelegd. Hetzelfde gold voor uh, die lange werktijden. Hè. Met name voor vrouwen en kinderen. Kwetsbare groepen werden de werktijden een stuk korter gemaakt. Ja, en dit alles dat, uh, kun je natuurlijk op papier zetten. Maar dat moet dan ook uh, worden nageleefd. En daarom werd er ook een arbeidsinspectie ingevoerd. Die ging controleren op de naleving van die factory acts. Gebeurde nog niet overal uh, even goed die naleving, maar uh, het gebeurde wel steeds meer. En het is dus uh, ja, een eerste voorbeeld van sociale wetgeving, uh, dat dus moet zorgen voor uh, betere leef- en werkomstandigheden van die arbeiders. En hier zie je dus dat de politiek ingrijpt, maar dat doen ze ook omdat de arbeiders zich steeds meer gaan verenigen in vakbonden om op te komen voor hun rechten. En het is niet zo dat mensen van buiten de arbeidersklasse er niet mee bezig waren, want ja, die arbeiders en hun vakbonden die krijgen, die kregen soms ook steun van invloedrijke personen. En we pakken er even eentje uit, namelijk Robert Owen, die we hier links zien. En Robert Owen is, uh, ja, die, die hoort eigenlijk echt bij die bovenste sociale klasse. Hij komt uit de gegoede burgerij. Maar um, ja, hij is echt een atypische fabriekseigenaar. Want hij heeft dus ook een textielfabriek. Uh, en dan zien we hier een heel klein plaatje van. Ja, dat, dat ziet er al meteen wat, 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 wat vrediger en wat rustieker en gewoon wat beter uit. Hij heeft natuurlijk ook gewoon met dit schilderij te maken. Maar dit is in uh, Nieuw-Lanark in, in, in Schotland. Daar heeft hij zijn eigen textielfabriek gesticht. En uh, ja, hij wilde daar eigenlijk uh, zorgen voor uh, de ideale fabriek. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn, uh, voor zijn werknemers, voor zijn arbeiders. En hij was dan ook een utopisch socialist. Hij geloofde dat, uh, dat hij de wereld mooier kon maken, dat, dat mensen uh, op een betere manier konden samenleven. Vandaar uh, dat utopisch. Hè? En tegelijkertijd wilde hij ook zorgen voor betere leven en werkomstandigheden voor de arbeiders. En vandaar dat socialisme. Oké, okay, wat deed hij dan? Nou ja, hij zorgde in New Lanark dat er betere huizen kwamen. Hè. Daar, daar, daar zag hij echt op toe. Hij, hij liet daar uh, eigenlijk een heel dorpje, liet hij er aanleggen, een heel stadje uh, voor zijn arbeiders. Ruimere woningen uh, met, met die gewoon uh, beter in elkaar zaten. Uh, hij zorgde er ook voor dat er een school was waar uh, de kinderen van de arbeiders naartoe konden, zodat ze een opleiding konden genieten. En hij zorgde er ook voor dat de werktijden een stuk korter werden. En het mooie van dit verhaal van Robert Owen en van zijn textielfabriek in New Lanark is dat er eigenlijk helemaal geen sprake bleek te zijn van die tegengestelde belangen, die we een paar dia's terug zagen aan het begin van deze video. Want omdat die Robert Owens zijn arbeiders beter behandelde, uh, konden zij ook harder werken en waren zij ook productiever. En uiteindelijk was die, die, die textielfabriek van die Robert Owen dus behoorlijk winstgevend. Dus dit was eigenlijk een win-win situatie voor allebei. Zowel voor de ondernemer als voor de arbeiders. Maar goed, die arbeiders die krijgen dus langzamerhand steeds beter en ze weten dus ook langzamerhand steeds meer rechten af te dwingen.